Dit is Linkse Hobby's, de podcast van Authentiek Links. In deze aflevering maken we de discussie af over het Communistisch Manifest. Goed, hoofdstuk 2. Daar viel me trouwens ook bij de eerste paar zinnetjes viel me het volgende op. Ze stellen, dus het gaat over proletariërs en communisten. En Marx en Engels hebben het erover van hoe staan de proletariërs hoe staan de communisten tegenover de proletariërs in het algemeen. Nou, zij stellen geen sectarische beginsel op, waarna zij de proletarische beweging, lastig wat zeg, willen modelleren. De communisten onderscheiden zich van de overige proletarische partijen alleen daardoor dat zij aan de ene kant in de nationale strijd van proletariërs in de verschillende landen de gemeenschappelijke van de nationaliteit onafhankelijke belangen van het proletariaat hooghouden en doen gelden. Aan de andere kant, daardoor dat zij op verschillende trappen van de ontwikkeling die de strijd tussen proletariaat en bourgeoisie doorloopt, steeds het belang van de gehele beweging vertegenwoordigen. Dus gewoon met de bril van nu vind ik dat wel leuk, want inderdaad, hier in het manifest staat van jongens, hè, we stellen geen sectarisch beginsel op, dus klein links, de internationale socialisten, NCPN, noem maar op, dat zijn allemaal kleine sectes en jongens, doe dat nou niet. Maar aan de andere kant zeggen die sectes natuurlijk van ja, maar zien we wel, wij zijn juist de communisten die ons onderscheiden door ons hoge bewustzijn, doordat wij de gehele beweging vertegenwoordigen en zo. Ja, dus, het is natuurlijk heel moeilijk, want als je zegt van de proletarische beweging, ja, wat is de beweging? Ik denk dat voor zo'n secte als IS of zo, die vinden natuurlijk de beweging hun eigen partij, zoals zij die voor zich zien. En al het andere, dat vinden ze maar slecht, zwak, reformistisch gedoe. Dat is geen ware proletarische beweging. De ware proletarische beweging, de zelfuiting van het proletariaat, dat is wat zij in hun hoofd hebben. Als zij dit lezen, dan zullen zij ook denken van geen sectarische beginselen, geweldig. Ja, het is natuurlijk misschien een beetje te makkelijk om gewoon te zeggen dat je een beweging van het proletariaat hebt of zo. Ja, ergens wel. Maar in de context waarin het is geschreven, zal het misschien veel logischer zijn geweest. Omdat er toen wel natuurlijk een echte verenigde arbeidersbeweging in zekere zin was. Het is ook wel interessant dat Marx en Engels hier dan wel heel erg de onafhankelijkheid van de proletariaat benadrukken. Dus dat het niet gelieerd is aan nationale belangen, maar kijk veel meer naar dat hier de impliciete implicatie misschien wel is dat de proletariaat een onafhankelijke organisatie moet hebben. Ja, dus dat is denk ik ook een referentie naar waar we het eerder over hadden met klassenstrijd. De klassenstrijd is iets wat gegeven is in het kapitalisme en niet iets wat geïntroduceerd zou moeten worden. Dus de klassenstrijd op zichzelf vormt de arbeidersklasse en op basis daarvan wordt er ook een politieke ontwikkeling mogelijk gemaakt. En dat is iets waar de communisten natuurlijk wel intussen komen, door juist het belangen van de complete beweging te vertegenwoordigen, et cetera. Dus de communisten maken dus wel hebben dus een invloed in die politieke ontwikkeling, maar de onderliggende dynamiek, namelijk de klassenstrijd en alles wat daaronder ligt, omdat het kapitalisme bestaat, dat hoeft niet geïntroduceerd te worden. Dus dat is denk ik hier het kernpunt wat gemaakt wordt. Laten we doorgaan, want op pagina 14... staat ook het volgende ongeveer op de helft. Kapitalist zijn betekent niet alleen een zuivere persoonlijke, maar ook een maatschappelijke plaats innemen in de productie. Het kapitaal is een gemeenschappelijk product en kan alleen door een gemeenschappelijke werkzaamheid van vele leden, ja in laatste instantie door de gemeenschappelijke werkzaamheid van alle leden van de maatschappij, in beweging gezet worden. Het kapitaal is dus geen persoonlijke, maar een maatschappelijke macht. Wanneer dus het kapitaal in gemeenschappelijk aan alle leden van de maatschappij toebehorend eigendom veranderd wordt, dan wordt het niet persoonlijk eigendom in maatschappelijk veranderd. Alleen het maatschappelijke karakter van het eigendom wordt veranderd. Het verliest zijn klassekarakter. En wat me hieraan deed denken, was dat
De karikatuur die we vaak hebben natuurlijk, hè, van de kapitalist met de hoge hoed en de sigaar in de mond en zo, dat is natuurlijk een stereotype wat helemaal niet bestaat. Aan de ene kant is het zo dat kapitaal heel sterk is, of kapitaal, rijkdom moet ik zeggen, hè, welvaart, is heel sterk geconcentreerd in een hele kleine groep mensen, maar de kapitalistische relatie, de sociale relatie die daaraan onder ligt, die is maatschappelijk. Hè, dus een goed voorbeeld daarvan, denk ik, zijn bijvoorbeeld de pensioenfondsen, waarin arbeiders geld inleggen om hun eigen pensioen te verzekeren voor de oude dag. Maar die pensioenfondsen zijn dan vervolgens ook weer kapitalistische investeringsfondsen, om dan maar rendement te halen uit al die, om de pensioengelden te doen gelden op het moment dat ze worden geïnd. Hè, dus je ziet dat indirect arbeiders zelf verantwoordelijk zijn voor het meedingen in de kapitalistische uitbuiting. Hè, dus dat maakt het zo raar en zo paradoxaal ook. Dat moment een soort van uitbuiting in het eigen belang, was het niet het idee dat men dan probeert daarmee te investeren om dan die pensioenen te vergroten, of heb ik dat dan verkeerd? Ja, dus pensioenfondsen investeren inderdaad om de pensioenen inderdaad te vergroten. Hè? Dus dat op zijn minst de inflatie wordt afgedekt na verloop van 30, 40 jaar dat er wordt geïnvesteerd in het opbouwen van een pensioen door die arbeiders. Maar ik vind dit stuk wel interessant. Ik vind, denk wel dat het heel actueel is voor een authentiek linkse analyse in de 21ste eeuw. Omdat meer dan ooit zijn die relaties heel erg versluierd van ja, wie zijn nou eigenlijk kapitalisten die van wie zijn bedrijven? Op pagina 15 staat ongeveer op de helft het volgende. Gij zijt ontsteld, hè, zegt Marx in Engels. Dat is dan richting de kapitalisten die deze tekst ook het lezen zijn natuurlijk. Gij zijt ontsteld dat wij het privé-eigendom willen opheffen, maar in uw bestaande maatschappij is het privé-eigendom voor 9/10 van haar leden opgeheven. Het bestaat juist alleen daardoor dat het voor 9/10 niet bestaat. Gij verwijt ons dus dat wij een eigendom willen opheffen, dat het niet hebben van eigendom van de overgrote meerderheid van de maatschappij als noodzakelijke voorwaarde veronderstelt. Nou, dit vind ik een hele mooie omdraaiing van een argument wat ik vandaag de dag nog steeds altijd hoor van we are coming for your toothbrush. En dus ja, inderdaad, we willen privé-eigendom opheffen en dat gaat dan natuurlijk over economisch eigendom en niet zozeer over die tandenborstel. Hoewel dat, ja, dat is ook, dat is ja, ook geen hygiënisch dingetje volgens mij. Maar anyway, dus ja, dat vind ik al een hele mooie omdraaiing van, het gaat inderdaad niet zozeer om het opheffen van eigendom dat mensen zouden hebben, hè, die tv of de computer of zo, of whatever. Dat is een beetje karikaturale voorstelling van waar communisten voor staan. Maar inderdaad voor het privé-eigendom van de economie, waar maar een kleine minderheid deel van uitmaakt. Op pagina 17, stukjes verder nog, staat ook het volgende. Hè? Dus de heerschappij van het proletariaat zal ze nog meer doen verdwijnen. Gezamenlijke actie, tenminste van de beschaafde landen, en waarschijnlijk bedoelde Marx daar het kapitalistische landen mee, maar goed, is een van de eerste voorwaarden van zijn bevrijding. Naarmate de exploitatie van het ene individu door het andere wordt opgeheven, wordt de exploitatie van de ene natie door de andere opgeheven. Ja, destijds was een actuele ontwikkeling, en daar waren Marx en Engels ook actief bij betrokken. Dat was de bevrijding van Ierland, wat een kolonie was destijds van Groot-Brittannië. De oudste kolonie van Groot-Brittannië wordt het vaak genoemd. Maar tegenwoordig zou je nog altijd datzelfde kunnen zeggen, bijvoorbeeld van ja, hè, gezamenlijke actie. Pak het Europees aan. Hè. Als je naar de Europese Unie kijkt, Griekenland bijvoorbeeld, hè, waarin Griekenland duidelijk het gelag moet betalen voor de crisis en ja, om de banken van het noorden overeind te houden. Dus ook hierin geldt, nou, gezamenlijke actie kan hè, dergelijke uitbuiting voor iedereen gewoon voorkomen. En dat is ook een voorwaarde voor de vrijheid van ons, van hè, het noorden zal ik maar zeggen. Want wij zijn er nou ook niet echt bij geholpen dat die Grieken moeten betalen voor onze banken natuurlijk.
Is het daadwerkelijk zo dat, dat als Grieken uitgebuit worden, dat dat tegen ons belang is? Dat lijkt me wel. Want als de Griekse, hoe heet dat, als de Nederlandse banken overeind worden gehouden, nou, dat betekent dus ook dat de kapitalistische relaties in die zin doorgaan en dat wij gewoon verder ook uitgebuit worden onder de oude relaties, alsof er niks aan de hand zou zijn. Maar goed, ik bedoel, het is natuurlijk een beetje een afwijking, maar ik vind het gewoon een makkelijk punt om te doen alsof uitbuiting van één deel van de arbeidersklasse voor een ander deel van de arbeidersklasse nooit positief zou kunnen zijn. Kijk, we hadden natuurlijk net even dat punt over bijvoorbeeld dat pensioenfonds. Als er in de naam van de arbeider in Nederland wordt geïnvesteerd in een ander land bijvoorbeeld, en die arbeider is dan dus een aandeelhouder, dan buit je dus iemand uit. En daar heb je dan ook iets aan. Ja. Nou ja, kijk, of dat specifiek gesproken, ik denk dat inderdaad dit ook een centrale tegenstelling is van de sociaaldemocratie van de 20e eeuw en dat daardoor allerlei nationalistische tendensen teweeg zijn gebracht. Dat de nationale welvaartsstaten vaak zijn gefinancierd met de uitbuiting van andere landen, hetzij via kolonie, hetzij op andere manieren. En dat brengt allerlei tegenstellingen met zich teweeg, absoluut. Dat is absoluut waar. Dat daardoor inderdaad nationalistische tendensen ontstaan binnen de arbeiders, binnen de eigen nationale arbeidersklasse. Dat daarin het als positief wordt gezien dat de anderen worden uitgebuit ten voordele van je eigen belang. Maar je zit dan nog steeds in een gouden kooi. Al is die kooi van goud en nog is het een kooi natuurlijk. En dat is denk ik het punt wat hier ook wordt gemaakt en wat je nog steeds zou kunnen maken. Dat wil je die kooi voor iedereen opheffen, dan zul je inderdaad moeten ophouden met die verdeel- en heerspolitiek, die verdeel- en heerstactieken die worden gehanteerd. Alright, dan heb jij ergens bij de volgende pagina een punt. Bij 18? Ja. Over de verovering van democratie. Ja, dit is wel een opmerkelijk punt wat hier wordt gemaakt. Want Marx die zegt hier, Marx in Engels zegt hier, wij zagen boven reeds dat de eerste stap van de arbeidersrevolutie, de verheffing van het proletariaat tot heersende klasse, de verovering van de democratie is. En er wordt hier wel gezegd, wij zagen boven, maar hierboven wordt niet een verwijzing gemaakt naar het veroveren van de democratie. Nee, dat is de eerste keer in de hele tekst dat het woordje democratie überhaupt voorkomt. Ja, en hoe dat met elkaar verhaalt, waar die referentie op zou moeten slaan, dat wordt uit de tekst niet heel duidelijk. Dus ik zocht even op het internet op wat hiermee bedoeld zou kunnen worden. En de Socialist Party of Great Britain heeft op hun site een uiteenzetting gemaakt hiervan. En daarbij hebben ze een paar citaten van Marx en Engels uit latere werken hebben ze gehaald. Ik citeer: "Looking back half a century later, Friedrich Engels said, 'The Communist Manifesto has already proclaimed the struggle for the general franchise, for democracy, as one of the first and most important tasks of the militant proletariat.'" Dat komt voor in The Class Struggles in France uit 1895. En een ander citaat wat terugslaat over op democratie is: "Only 4 years after the Communist Manifesto, Marx emphasized the point in an article in the New York Tribune. The carrying of universal suffrage in England would be far more socialistic measure than anything which has been honored with that name on the continent. Its inevitable result here is the political supremacy of the working class."
Nou ja, op dat laatste citaat is misschien ook weer naïef optimistisch. Onvermijdelijk. Maar nou ja, wat hier wel uit blijkt, is dat het naar waarschijnlijkheid gewoon inderdaad terugslaat op het verkrijgen van stemrecht. En dat heeft dan te maken dat de arbeidersklasse de grootste klasse, het grootste deel van de samenleving, van de samenleving wordt. En daarmee als het als het gezamenlijk zou optreden als klasse, dat het daarmee dus democratisch als meerderheid dingen kan afdwingen. Ja, maar dat is natuurlijk een beetje hetzelfde als je het hebt over de proletarische beweging. Want het is natuurlijk wel een aanname dat er een proletarische beweging is en dat alle proletariërs de beweging zullen volgen omdat het in hun belang is en dat is de loop van de geschiedenis. Maar toen het stemrecht ook werd ingevoerd in Nederland, gingen heel veel arbeiders gewoon katholiek, in ieder geval gewoon op gelovige partijen stemmen. Ja, dus dat verwijst ook naar een eerder stukje in de tekst. Ik weet niet of het toen was of niet, maar dat inderdaad zonder partij, zonder klasse, beweging, dat er zonder partij geen klasse, beweging is. Als je kijkt naar Nederland, dan is de PPR, hè, de partij, of nee, de ARP, de Antirevolutionaire Partij, dat is de oudste partij, opgericht in 1879, even uit mijn hoofd. Terwijl de sociaaldemocratie echt wel decennia later pas kwam. Ik denk dat je vandaag de dag, dat je inderdaad wel kunt stellen dat de strijd voor democratie nog altijd wel een ding is. Want als je kijkt naar toch de legitimatiecrisis die de politiek heeft. Hè, veel mensen zijn toch behoorlijk cynisch over de politiek. Dat is nog altijd wel een dingetje. Dus dat is, maar ja, simpelweg stellen van, nou, als we echt kiesrecht hebben, dan lossen we het daarmee op. Dat is toch niet helemaal het antwoord. Dus het was nog te makkelijk om gewoon uit te gaan van de beweging. Kijk, je kon vroeger, was het eigenlijk nog beter. Toen was er tenminste nog een soort van klassebewustzijn. Maar nu, nou ja, ik weet niet, maar tegenwoordig lijkt dat eigenlijk wel haast niet meer te bestaan. Nou ja, dat slaat weer terug dus op het punt van, er is geen klasse als ze niet georganiseerd, als proletariërs niet georganiseerd worden in een partij, in een politieke beweging. Misschien in 1848 was dat in mindere mate, maar toen was er wel een beweging naar een grote arbeidersbeweging, gezamenlijke arbeidersbeweging. En die heeft zich natuurlijk in de jaren daarna, is het inderdaad een grote sociaal-democratische beweging geweest die inderdaad massaal arbeiders organiseerde. En daar zou wel gezegd van kunnen worden dat dat wel de proletarische beweging was. Er komt twee stukjes verder, wordt geschreven dit, en dan met dit wordt bedoeld de klasseheerschappij van de arbeidersklasse. Het centraliseren en ontwikkelen van productiekracht op zo snel mogelijke wijze, wordt gezegd, dit kan aanvankelijk alleen natuurlijk alleen geschieden door middel van despotische inbreuken op het eigendomsrecht en op de burgerlijke productieverhoudingen, door maatregelen dus die economisch onvoldoende en onhoudbaar schijnen, die evenwel in de loop van de ontwikkeling boven zichzelf uitgroeien en als middelen tot omwenteling van de gehele productiewijze onvermijdelijk zijn. En, despotisch, wij komen dus toch voor die tandenborstel. Er wordt een despotische inbreuk wordt er gesteld. En nou ja, we zijn natuurlijk nu 150, meer dan 150 jaar verder. En het kapitalisme is al een stuk verder ontwikkeld. Dus het is nog maar de vraag van in hoeverre zou een inbreuk op het privaat eigendom
om daadwerkelijk een nieuwe productiewijze te realiseren, nodig zijn. In 1848 was kapitalisme bezig met internationaliseren. En nu hebben we razendsnelle glasvezelverbindingen die communicatie strikt kunnen Wacht, organiseren. wacht, wacht. Maar wat bedoel je als je zegt, in hoeverre is een inbreuk op privé-eigendom nodig? Nou, hier wordt gesteld dat de ontwikkeling van de productiekrachten door arbeiders zal moeten plaatsvinden op zo snel mogelijke wijze om uiteindelijk een omwenteling van de gehele productiewijze te bewerkstelligen. Maar ik denk dat in mindere mate dat die noodzaak voor een echt despotische inbreuk op privaat eigendom afgenomen is in de afgelopen 150 jaar. Nou ja, onvermijdelijk is het doel van een nieuwe productiemode ook uiteindelijk het afschaffen van het privaat eigendom zoals dat nu georganiseerd is. Maar in hoeverre zal dat een despotische inbreuk zijn met despotische middelen, bedenk ik er dan zelf bij. Misschien in dat opzicht even wat terug te slaan op de tekst. Ik denk, Marx en Engels die spreken hier over klassenverhoudingen. Dus dat stukje van despotisme, dat slaat ook op de volgende pagina, op die 10 eisen, van afschaffing van het erfrecht, zware progressieve belasting, centralisatie van het transportwezen in het handen van de staat, et cetera, et cetera. En de grondslag voor dat programma, dat is eigenlijk terug te vinden op pagina 15. En het midden staat er namelijk: vanaf het ogenblik dat de arbeid niet meer een kapitaal, geld, grondrente, kortom in een monopoliseerbare maatschappelijke macht veranderd kan worden, dat is vanaf het moment af aan dat het persoonlijke eigendom niet meer burgerlijk eigendom kan omslaan, vanaf dat moment af verklaart gij de persoon dus opgeven. Nou, dat was dan weer die spreekwoordelijke verwijzing naar de kapitalist die deze tekst aan het lezen is. Maar dit is denk ik de grondslag van het despotisme. Het is dus een despotisme in de zin van we gebruiken de staat, dus onze klassenmacht, onze politieke macht als arbeidersklasse, om te voorkomen dat de bourgeoisie weer haar oude economische en daarmee politieke macht zou kunnen teruggrijpen. En daar zijn die despotische eisen dan voor bedoeld. Dus ik denk niet dat er heel veel meer in gelezen kan worden dan dat specifieke punt ook. Ja, maar als je het dan hebt over de burgerij die onvermijdelijk zou willen voorkomen dat er een nieuwe productiewijze wordt geïnitieerd, in hoeverre ze daar zich tegen verzetten, dat hangt natuurlijk ook af van hoe groot de stap is om een nieuwe productiewijze te introduceren. En in 1848 leek het er heel erg op dus de productiekrachten eerst ontwikkeld moesten worden. En dat daarvoor dus die centralisatie en dergelijke nodig was. Maar ik denk dat dat wel degelijk verouderd is, omdat Maar stel, je gaat nu naar Elon Musk toe en je zegt van, goh, we gaan jouw bedrijf eens even lekker communiceren. Het is nu van de gemeenschap of zo. Uiteindelijk pakt hij dan alsnog zijn eigendom af. Ik denk niet dat Elon Musk daar heel erg blij mee zal zijn. Kijk, hoe groot dat onderscheid ook is, uiteindelijk collectiviseer je privé-eigendom. Je pakt dat van mensen af. Dat zullen ze, hoe ontwikkeld de productiemiddelen ook zijn, niet willen. ja, ik denk dat inderdaad het punt is. Je vervangt de ene klassenmacht door de andere klassenmacht. En dat is op zichzelf een despotische stap. Ten opzichte van de oude klassenmacht natuurlijk. Ja, maar ik denk daarom dus ook wel dat je het wel moet nadenken over waarom sociaaldemocraten eigenlijk nooit een radicale breuk hebben weten te veroorzaken. Omdat ze eigenlijk altijd zoiets hadden van, goh, misschien moeten we die risico's niet nemen, misschien moeten we maar niet zo hard zijn.
Misschien kunnen we gewoon veel beter verbeteringen binnen het systeem krijgen. Nou, dat lijkt me toch een iets andere discussie, Simon. Want het is natuurlijk, we kunnen erover twisten wat de motieven waren voor het evolutionaire marxisme van Bernstein, wat uiteindelijk de sociaaldemocratie is gaan tekenen. En in hoeverre dat te maken heeft met dat ze daadwerkelijk minder risico's wilden nemen of echt een andere analyse begonnen te maken met andere uitgangspunten. En laten we daarmee dat puntje afsluiten. Anders blijven we bezig. Want iets onder het programma staat ook nog het volgende. Zijn in de loop van de ontwikkeling de klassenverschillen verdwenen? En dus alle productie. Dus dit is op het moment dat de arbeidersklasse dus de macht heeft genomen. En dus de arbeidersstaat heeft, zal ik maar zeggen. En dus alle productie in handen van de geassocieerde individuen geconcentreerd. Dan verliest de openbare macht haar politiek karakter. De politieke macht is in eigenlijke zin de georganiseerde macht van een klasse tot onderdrukking van de andere. Wanneer het proletariaat in de strijd tegen de bourgeoisie zich noodzakelijk tot klasse verenigt, door een omwenteling zich tot heersende klasse maakt, en als heersende klasse met geweld de oude productieverhoudingen opheft, dan heft het met deze productieverhoudingen de bestaansvoorwaarden van de klassentegenstelling, de klasse in het algemeen, en daarmee zijn eigen heerschappij als klasse op. Nou, dit is in de kern wat Lenin ook beschrijft in Staan een Revolutie, geloof ik. Dus daarmee is Marx een Leninist. Dat is helder. dit is geen... Far stretch. Nee, maar goed, dit is dus wel... wat de kern is van het marxistische argument over de staat. Hè? Dus de staat als zijnde een klasse-instrument ter niet zozeer onderdrukking, denk ik, maar meer ter, hoe zal ik het zeggen, monopolisering van het eigen klassenbelang. Hè? Dus om te voorkomen dat andere klassen natuurlijk de macht zouden kunnen grijpen. Dat is ook de kern van de burgerlijke staat, waar we op dit moment in zitten. De theorie van de staat is denk ik wel een van de belangrijkste vragen van op marxistisch links op dit moment. En dat is denk ik al geweest voor de afgelopen 100 jaar. Dat is zeker waar. Want zeker met de ervaring van de USSR is dat een dingetje geworden. Ja, bijvoorbeeld. En toen in landen van waar de sociaaldemocratie wel de macht had, van waarom... heeft de arbeidersklasse toen niet het kapitalisme opgeheven. Je kunt heel erg kijken naar de debatten in de jaren 60, 70 van is de staat, is dat echt een instrument omdat er kapitalisten in zitten of is dat een structureel probleem? En is de staat hervormbaar of moet de staat echt afgebroken worden en moet er iets nieuws worden opgebouwd? En dat is natuurlijk allemaal heel erg een punt van discussie waar we zeker vandaag niet uit zullen komen. Nee. Maar in de zin van de wat Marx hier schetst, dat daar zijn natuurlijk gewoon heel veel punten aan en opmerkingen op te maken. En in zekere zin, dat zou denk ik niet geschreven zijn met de ervaringen van de afgelopen eeuw. Precies. Maar daar gaan we absoluut ook op terugkomen. Dus dat is gewoon zo'n groot thema, daar gaan we niet omheen. Maar het manifest is nog niet helemaal af, want we hebben ook nog hoofdstuk 3 en 4. En bij 3 worden dus de verschillende stromingen van die tijd geschetst. De eerste is het reactionaire socialisme, waaronder onder meer ook valt het feodale socialisme, wat een stroming was wat al vrij snel achterhaald bleek. Dat was een vrij, door de geschiedenis was dat een dingetje, maar tegenwoordig compleet achterhaald. Er is geen feodaal socialisme meer. Maar de feodale klasse die kan zich niet meer verzetten tegen de ontwikkelingen. Precies. Maar
In die zin denk ik dat schetst denk ik wel een heel duidelijk beeld van op een gegeven moment is de ontwikkeling van van een productiewijze is zover dat er ook niet meer teruggegrepen kan worden op een verouderde productiewijze, omdat dat Precies. totaal anachronistisch is. En dat schetst denk ik wel een mooi beeld van in hoeverre we nu een vergelijking kunnen maken van hoe hard zou verzet kunnen zijn van een burgerij op een nieuwe productiemodus. Ja, wat dan de onderbouwing is van die nieuwe productiemodus. Als de burgerij gewoon nog simpelweg enig nut heeft, of in ieder geval enige belangrijke functie heeft, dan kan het verzet veel machtiger zijn. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar automatisering, stel je zou vooronderstellen dat de meeste bedrijven geautomatiseerd zijn, bijvoorbeeld. Dan heb je eigenlijk al een compleet. Ja, eigenlijk al bijna een compleet collectieve economie. Ik bedoel, robots die doen precies wat nodig is, die werken zo lang als nodig is. Dat kan je letterlijk allemaal centraal plannen. En dan zijn er dus ook minder despotische maatregelen nodig. Bij het volgende stukje, bij kleinburgerlijk socialisme, is wel een interessante link misschien te maken. Ja, want Marx in Engels weer. Marx en Engels die schetsen denk ik een heel goede voorspelling, misschien, dat je het misschien zo kunt noemen. Want Marx heeft het over het kleinburgerlijk socialisme. En het, de kleinburgerij is de klasse die gevormd wordt tussen het proletariaat en de bourgeoisie en die er tussenin zweeft. Marx die maakt heel erg de analyse dat de kleinburgerij langzamerhand vervangen zou worden en ofwel opgaat in de bourgeoisie ofwel opgaat in het proletariaat. Dat is wel een punt van discussie, maar er blijft een verzet van de kleinburger tegen de ontwikkeling. En hier wordt dan door Marx en Engels wordt een beeld geschetst van wat de aantrekkingskracht is van het kleinburgerlijk socialisme. En ze schrijven hier: dit socialisme ontleende hoogst scherpzinnig de tegenstrijdigheden in de moderne productieverhoudingen. Het onthulde het bedriegelijk glimmende mooi praten van de staatshuishoudkundige. Het wees onweerlegbaar de moordende werking van de machinerie en de arbeidsverdeling aan, de concentratie van de kapitalen en het grondbezit, de overproductie, de crisissen, de noodzakelijke ondergang van de kleinburgers en boeren, de ellende van het proletariaat, de anarchie in de productie, de schreeuwende wanverhoudingen in de verdeling van de rijkdom, de industriële vernielingsoorlog van de naties onder elkaar, de ondergang van de oude zeden, van de oude familiehoudingen, van oude nationaliteiten. En als je dit zo leest, dan lijkt het een hele duidelijke verwijzing naar een beweging die we hebben gezien in de 20e eeuw, het fascisme. Dat zich niet alleen keerde tegen, dus inderdaad de kosmopolitische productie en handel, het verdwijnen van de oude nationaliteit, het vergaan van de familie, maar ook dus ellende van het proletariaat en ongelijke verdeling van welvaart. Maar ook dat het daadwerkelijk georganiseerd was door de kleinburgerij in de eerste instantie. Er zijn wel wat dingen, bijvoorbeeld, als je het over schreeuwende wanverhoudingen in de verdeling van rijkdom. Heel veel Italiaanse, ik denk wel dat bijvoorbeeld Italiaanse fascisten ook echt anders waren dan nazi's. Gewoon qua retoriek. Ik denk ook dat
Ik bedoel, wanverhouding in rijkdom. Fascisten waren juist in Italië heel sociaal-darwinistisch, heel elitair. Als het dan gaat over industriële vernielingsoorlog van naties onder elkaar, ja. De Italiaanse fascisten die vonden dat eigenlijk juist wel prima. Ergens wel. Aan de andere kant, als je bijvoorbeeld Mussolini, die spreekt zich tegelijkertijd wel heel erg uit tussen de verhoudingen tussen Brittannië en Italië. En de vermeende onderdrukking van Italië door landen als Brittannië. Dus in zekere zin denk ik ook in het Italiaans fascisme dat die facetten wel terug te vinden zijn. Fascisme is natuurlijk een hele verdeelde beweging altijd geweest. Maar een Mussolini komt natuurlijk gewoon uit de socialistische partij. Om deze mensen vast te zetten op een vaste positie. Omdat ze die heel vaak eigenlijk gewoon ook niet hadden. Omdat ze zo opportunistisch waren. Maar wat misschien wel een beetje het punt is dat fascisme wordt eigenlijk vaak voorgesteld als zijnde dat het juist zoekt naar een soort van harmonie. Maar dat kon. Maar het is bijvoorbeeld, toen de fascisten aan de macht kwamen, hebben ze eerst ook gewoon heel veel geprivatiseerd. Juist omdat ze zoiets hadden van, nou ja, de sterkste overleeft en de competitie in de economie, dat houdt de economie vitaal en zo. En dat was helemaal niet anticapitalistisch. Ja, in die zin wel. Maar tegenstrijdig is natuurlijk dat ze ook de 8-uurige werkdag invoerden. Ja. Ja, nee, precies. En ze hebben natuurlijk later dus ook weer heel veel genationaliseerd. Maar ik denk dat het verhaal voor de nazi's beter opgaat. Ja, nou ja, dan misschien is dat in die zin duidelijker. Dat het Duitse nationaalsocialisme, dat nog veel meer weggeeft van kleinburgerlijk socialisme. Maar in algemene zin, voor de gehele, ook de fascistische beweging in Frankrijk bijvoorbeeld, is heel erg aan de ene kant socialistisch, maar niet socialistisch op een progressieve manier, maar op een reactionaire manier. En ja, ik denk dat kleinburgerlijk socialisme heel goed die relatie tussen aan de ene kant een harmonische samenleving, het streven naar een harmonische samenleving, en aan de andere kant wel keiharde ongelijkheid schetsen tussen volkeren en et cetera. Ja, precies. Dus een romantisch beeld van de oude eigendomsverhoudingen, en daarmee dus ook een streven naar die oude eigendomsverhoudingen. En daarmee dus een tegelijkertijd reactionair en utopische beweging, zoals Marx het ook al schetst hier. Dus wel de profetische tekst dit. Maar er was ook nog een stukje waarbij je ook nog een opmerking had bij behoudend of bourgeois socialisme. Ja, dat is het volgende punt op bladzijde 24. Ja. Onderaan bij het stukje van behoudend socialisme. Daar wordt vanaf onder verandering van materiële levensverhoudingen verstaat dit socialisme evenwel volstrekt niet de afschaffing van burgerlijke productieverhoudingen, die alleen langs revolutionaire weg mogelijk is, maar administratieve verbeteringen, die op grond van deze productieverhoudingen tot stand komen, dus aan de verhouding van kapitaal en loonarbeid niets veranderen, maar in het beste geval voor de bourgeoisie de kosten van haar eigen heerschappij verminderen en haar staatshuishouding vereenvoudigen. En dat socialisme dat kleine verbeteringen aan wil brengen, maar geen revolutionaire breuk wil maken met de bestaande maatschappij en de bestaande productieverhouding. Dat schetst natuurlijk heel erg het beeld van de sociaaldemocratie, zeker na de Tweede Wereldoorlog,
waarbij er alleen maar gestreefd werd naar verbetering van het kapitalisme, als het ware. En dat is wel heel profetisch wat hier wordt geschetst. Het punt dat ik weet je met die uitleg is dat... vraag me af of Marx met dit stuk een soort van de welvaartsstaat voorspelt. Want hij, wat hij zegt is van, tot dit deel behoren staatheidskundigen, filantropen, weldoeners, verbeteraars van de toestand van de arbeidende klasse, organisators van de weldadigheid, dierenbeschermers, bla bla bla. En dat klinkt gewoon als de hele verzameling van eigenlijk... charitygevers, van eigenlijk gewoon mensen die niet per se willen dat de staat meer gaat regelen voor de arbeiders. Je zegt volgens mij ook later in het stuk van bourgeois socialisme bestaat. Hij zegt dan van de volkomen uitdrukking van bourgeois socialisme is pas daar waar een zuiver oratorische gestalte erin is. Dus hij zegt juist van het is in feite niks. Het is gewoon alleen maar retoriek. En hij zegt dan van het is vrijhandel, maar zogenaamd voor de arbeidersklasse. En je hebt een paar rechten, maar dat is het dan eigenlijk wel. En hij zegt volgens mij ook in het stuk van... bourgeois socialisme is eigenlijk gewoon precies hetzelfde systeem... maar het probeert de hatelijke gedachte erover weg te nemen. Ja, dat klopt denk ik wel. Je zou de tekst inderdaad meerdere manieren kunnen lezen wat dat betreft. Ik denk ook wel dat het een mooie voorspellende tekst is gebleken voor de sociaaldemocratie van de 20e eeuw. En in die zin ook wel een waarschuwing is voor ons als SP'ers ook. Van, als we dan te zeer meegaan in dat bestuurlijk verhaal, hè, dan ben je onderdeel ook van het systeem. En ja, dan neig je toch al vrij snel naar kleine veranderingen en niet zozeer naar meer fundamentele zaken. Dus het is, op een pagina tekst is het meteen ook de kritiek van het meedoen aan wethoudersocialisme, zal ik wel zeggen. Ik vind het vrij sterk. En ik denk, om nog wel even terug te komen op Simon, dat hier toch... Ja, jij leest hier misschien meer neoliberaal. Nee, ik bedoel, ik lees hier niet neoliberaal. Ik bedoel, ik denk niet dat die neoliberalisme voorspeld wordt. Maar toch wel dezelfde geest van microkredieten en in ieder geval de image veranderen. Maar ik denk niet dat zeg maar een soort van Tony Blair derde weg neoliberalisme... En sociaal, zeg maar, naoorlogse sociaaldemocratie zo tegenstrijdig zijn. Mij lijkt het een hele logische ontwikkeling die uiteindelijk de sociaaldemocratie heeft doorgemaakt. Wat ik bedoelde was, kijk wat hij dus zegt van bijvoorbeeld zijn uitdrukking bereikt bourgeois socialisme waar een zuiver oratorische gestalte is. Wat ik een beetje mee bedoelde is dus, dat hoe ik het las, was dat bourgeois socialisme dan juist erg retorisch leeg overkomt. En kijk, sociaaldemocratie was uiteindelijk gewoon materieel, zorgde het gewoon voor dat mensen met minder geld, namelijk arbeiders, van de staat allerlei leuke dingen kregen. Vooral door progressieve belasting betaald door rijkere mensen. Dat is dus gewoon vrij concreet. En gewoon wat ik las in de tekst, dat deed me wat meer denken aan het hele hollen van neoliberalisme, van de sharing economy, microkrediet. Gewoon allemaal retoriek waar je echt gewoon bar weinig aan hebt als je geld nodig hebt. Oké, maar laten we doorgaan. Want de volgende kopje is namelijk het utopische socialisme. Hier op een stukje verder in de tekst, pagina 26, staat nog op alinea 3. De betekenis van de kritisch utopische socialisme of communisme staat in omgekeerde verhouding tot de historische ontwikkeling. In dezelfde mate waarin de klassenstrijd zich ontwikkelt en gestalte aanneemt, verliest het fantastische daarboven verheven zijn, deze fantastische bestrijding daarvan, alle praktische waarde, alle theoretische rechtvaardiging. Dus dat deed me denken aan een van de bekendere utopische socialisten van vandaag de dag. Dat is het Venus Project. Voor de mensen die het thuis kennen, google het gewoon maar eens even. Allerlei fantastische tekeningen over hoe de maatschappij zou moeten worden ingericht. En het is
compleet irrelevant. het is, hoewel, aan de andere kant, ik geloof dat Ernst zich daar misschien wat over kan vertellen, want misschien is het niet voor iedereen compleet irrelevant. En zegt dat ook misschien iets over de ontwikkeling van de arbeidsbeweging in omgekeerde volgorde? Ja, kijk, compleet irrelevant. Misschien als stroming die daadwerkelijk een verandering, een materiële verandering teweeg brengt, is misschien inderdaad compleet irrelevant. Maar die irrelevantie betwijfel ik wel. Omdat je ziet nu dat de Venus Project heeft geloof ik wel vrij grote following op het internet. Maar het is echt een typisch internetfenomeen. En persoonlijk was het voor mij ergens ook wel weer een hele belangrijke ideologische stap geweest. Omdat het wel een... Want het Venus Project, dat is bedacht door Jacques Fresco, als ik zijn naam zo goed herinner. En Fresco die vertelt heel erg... Hij kwam eigenlijk op het idee van een soort van commune socialisme, dat iedereen maar in een soort van geautomatiseerde commune zich zou afscheiden en zo een nieuwe wereld zou bouwen. Daarbij vertelt hij over zijn eigen ervaringen in de Tweede Wereldoorlog toen hij jong was, en dat hij zag dat vanuit de crisis in de jaren 30 in Amerika, Amerika opeens in een oorlog had verklaard en een oorlogsproductie inging, waarbij een ongekende hoge mate van productie op gang kwam, wat onvoorstelbaar was in de jaren 30. Opeens produceerden de Verenigde Staten duizenden en duizenden vliegtuigen en schepen en allemaal was het ongelooflijk productief. En Jacques Fresco stelde zich toen de vraag van deze productie, dit is mogelijk als de samenleving zich ertoe zet. En ergens is dat natuurlijk wel een soort van bewustwording van kapitalisme is... En vanaf de Tweede Wereldoorlog is het steeds minder efficiënt geweest, in de zin van er wordt niet een planmatige ontwikkeling van de economie gemaakt, maar een chaotische, marktgestuurde ontwikkeling. En die niet de volledige productiviteit van de samenleving benut. En voor mij was dat... Dat die voorstelling van een ongelooflijk efficiënte productiewijze op basis van een geplande economie was wel heel bewustmakend. Maar uiteindelijk leidt Fresco kwam tot de conclusie dat er een soort van een utopie gewerkt moest worden aan een utopie. En heeft hij uiteindelijk daar zijn hele leven op gericht. En uiteindelijk geen daadwerkelijke beweging en materiële verandering gebracht. Precies, Jack Fresco zette zich ook expliciet af tegen communisme. Dat was maar eigenlijk, het waren Stalinisten en zo. Dus hij noemde zijn economische vorm ook een resource-based economy. Wat eigenlijk zoveel betekende als een geplande economie. Maar goed, dat mag je vooral niet zeggen, want hij werd heel boos. Maar... als ik het dus inderdaad zo stel, dan is je radicalisatiemoment van afleidend van het Venus Project dus een gevolg geweest van het feit dat de klassenstrijd in Nederland misschien niet zo inspiratievol was. En hadden wij bijvoorbeeld een SP gehad van 300.000 leden en was het iets strijdbaarder geweest, dan was het Venus Project misschien niet je inspiratiepunt geweest of zo. Nee, precies. Dat dit verhaal zou verteld moeten worden door de authentiek linkse beweging in Nederland. Een inspirerend verhaal van daadwerkelijk een andere samenleving, een andere productiewijze. En dat wordt gewoon niet verteld. Het zijn marginale verbeteringen waarnaar wordt gestreefd.
En misschien is dat vergeleken de huidige politieke verhoudingen is dat radicaal te noemen, maar het is verre van radicaal als je dat in vergelijking zet met de lange geschiedenis, juist, zeg maar. Oké, dan laten we nog even kort hoofdstuk 4 doen, het kortste hoofdstuk van het manifest. Ja, op 27 had ik een opmerking, ook in het midden daarvan. Want Marx en Engels die spreken hier in dit... Maar schetsen eigenlijk een soort van situatie. Hoe het in 1848 eruit zag. En zoals we eerder hadden besproken, dat was een revolutiejaar. En de revolutie was aan het begin van het jaar al te ruiken, als het ware. En ja, alle liberalen in Europa... Die organiseerden zich en de communisten in die tijd schaarden zich veelal achter deze progressieve, liberaal-democratische bewegingen. En Marx spreekt van de alliantie tussen de communisten en de landbouwhervormers in Noord-Amerika, de alliantie tussen communisten en socialistische democratische beweging. In Zwitserland ondersteunen zij de radicalen. In Polen ondersteunen de communisten de agrarische revolutie, tot voorwaarde maakt voor de nationale bevrijding. In Duitsland strijdt de communistische partij, zodra de revolutionaire bourgeoisie optreedt, gemeenschappelijk met de bourgeoisie tegen de absolute monarchie. En Marx en Engels die die stellen zich voor dat de communistische beweging samen met de liberalen een liberale wereldorde teweeg brengt, dat een voorwaarde is voor een communistische samenleving. In 1848 heeft bijvoorbeeld in Duitsland de alliantie tussen de liberalen en de communisten is dat anders verlopen. Kwamen ze erachter dat zodra de liberalen enige concessies hadden gekregen, de liberalen tegen de communisten keerden. En de arbeidersbeweging in zijn geheel, voor zover die aanwezig was op dat moment. En, maar idealiter... was er gewoon een alliantie mogelijk tussen communisten en liberalen om de feodalen en andere reactionairen uit de weg te ruimen. En een liberale basis te scheppen voor communisme. Wat eigenlijk een definitie is van communisme als een post-liberale samenleving. Communisme wordt misschien tegenwoordig heel erg gesteld als antiliberaal, maar vanuit zijn origine denk ik dat de communistische beweging, in ieder geval zoals Marx die aanhing, heel erg juist een samenleving een beweging was die zich kenmerkte als een logische conclusie op liberale ideeën over gelijkheid en vrijheid en broederschap. Ja, vandaar ook die verbinding met democratische revolutie. Hè. Dus een paar regels daar beneden staat ook: de communisten werken eindelijk overal aan de onderlinge verbinding en verstandhouding van de democratische partijen aller landen. Hè. Dus dat stukje democratie en inderdaad de liberale ondergrond. Hè. Het scheppen inderdaad van die democratische orde, dat was inderdaad een voorwaarde voor überhaupt de heerschappij van de arbeidersklasse. En ja, daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze tekst. Dus er staat onderaan de tekst ook nog de bestaansreden voor deze podcast, namelijk: de communisten versmaden het hun overtuiging en hun bedoelingen te verhelen. Zij verklaren openlijk dat hun doel slechts bereikt kan worden door de gewelddadige omverwerping van iedere tot nu toe heersende maatschappelijke orde. Dat de heersende klassen sidderen voor een communistische revolutie. De proletariërs hebben daarbij niets te verliezen dan hun ketenen. Ze hebben een wereld te winnen. Proletariërs aller landen, verenigt u. Nou,
als we daar met onze podcast een bijdrage kunnen leveren anno 2018, dan ben ik hartstikke blij. Nee, dat is mooi gezegd, Emiel. Ja, de implicatie is om dit natuurlijk, deze theorie in praktijk te brengen. En deze podcast kan op die manier door het bespreken van literatuur en nieuws en een soort van discussie op gang brengen binnen links van een daadwerkelijk een alternatief. Niet een kleine hervorming hier en daar, maar een andere. We hebben een wereld te winnen. We moeten de wereld veranderen. En dat is een grote project dan nu op poot is. Dit was alweer de derde aflevering van Linkse Hobby's. Vond je het wat? Verspreid dan deze aflevering in je social media. Schrijf een recensie voor deze podcast op Apple Podcasts. Of abonneer je op ons YouTube kanaal. Kijk op linksehobbies.nl voor meer info. Volgende week hebben we een extra uitzending naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen. Wat brengt de uitslag van 21 maart voor de SP? Zullen we dan eindelijk de Rode Dageraad invullen?